We zien hier Willem Lodewijk van Nassau, in Friesland genaamd Uusheid, in Leeuwarden in de 16e eeuw. Ik heb de sfeer van de 16e eeuw kunnen fotograferen door elementen van gebouwen die er nu nog zijn, te componeren via met Photoshop, tot de sfeer hoe het toen was. Het enige wat u nu nog zou kunnen herkennen is de poort achter het paard. De rest is volledig opnieuw opgebouwd. Kijk, en dat bedoelde ik met ik teken of schilder met fotografie. Want een kunstschilder, of als je iets tekent, dan teken je iets wel na de werkelijkheid waarschijnlijk, maar wel met eigen fantasie erdoorheen. En nou ja, ik laat met fotografie dus zien hoe het toen was. Maar wel, omdat ik moet het wel fotograferen. Dus de delen bestaan wel, alleen ik componeer ze bij elkaar. Kijk, en dat doet de kunstschilder ook. Of kan die doen, hoeft natuurlijk niet. Ja, alles is wel echt, het zijn wel echte personen. Ik heb wel de kleding moeten regelen, de modellen moeten regelen, de paarden moeten regelen. En de paarden, dit is dan het Friese paard. Het Friese paard van tegenwoordig is een heel groot Fries paard. Dat is ook een van de werken die je hier kan zien. Een stijgerend Fries paard bijvoorbeeld. Dat is iets waar ik wel een stapje voor achteruit doe trouwens. Maar dit paard, toen in de 16e eeuw, was kleiner. Dus ik moest ook het soort paard hebben wat weer refereert en wat klopt met hoe het toen was. Dit is dus Willem Lodewijk van Nassau uit de serie Leeuwarden Longt, waarin ik 6 historische beroemdheden uit Leeuwarden heb gefotografeerd. Of tot leven heb gewekt eigenlijk. We hebben bijvoorbeeld ook Saskia van Uilenburg van Rembrandt van Rijn. Die lopen voor het Hof van Friesland in 1634, want ze zijn getrouwd in Friesland, in Sint-Anne-parochie, doet er verder niet toe. We hebben Slauwerhof en Troelstra en Maria Louise van Hessenkassel.